iedereen, welkom bij een nieuwe video op Family Loop. Ik zit in mijn pyjama, omdat het kan, omdat het een chill dag is. Dus ik dacht, ik blijf gewoon in mijn lama pyjama. Er staan lama's op, hè. Lama's, en op mijn short ook. Het staat vol met lama's. Tof is dat. Zoals beloofd ga ik een Q&A doen voor jullie. En vandaag ga ik die eindelijk filmen. Dus, laten we er gewoon aan beginnen. Ik heb gevraagd aan jullie om mij vragen te stellen op Instagram. Dus dat ga ik ook doen. Dus die ga ik ook lezen en beantwoorden, bedoel ik. Hoe ben je zo bekend geworden op YouTube? Vraagt Elise VKR. Ik denk niet dat ik echt heel bekend ben op YouTube. Er zijn wel heel veel bekendere mensen op YouTube. Ik ben nog redelijk klein eigenlijk op YouTube. Maar ja, gewoon, ik film graag. Ik maak graag YouTube-video's. Ik praat graag tegen mijn camera, maar eigenlijk tegen jullie. Dus ja, ik denk gewoon dat je moet doen wat je graag doet. En dan komt dat wel vanzelf. Wat zijn je belangrijkste vooruitzichten en waar hecht je het meest belang aan de dag van vandaag? Vraagt J. Blanke, denk ik dat je het uitspreekt. Goh, wat zijn mijn belangrijkste vooruitzichten? Ik probeer niet te veel naar de toekomst te kijken. Ik probeer wel op bepaalde vlak daarnaar te kijken. Zoals onze kledingwebshop. Ik hoop natuurlijk dat die nog beter gaat draaien, al draait die heel goed. Maar ik hoop echt dat we daar ons, ja, onze grote passie van kunnen maken. Allee, ja, dat is het ook al. Maar ik bedoel dat het echt groot kan worden. Dat we in de toekomst kunnen terugkijken van wauw, wat hebben we gedaan? Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is waar ik naar uitkijk in de toekomst. En waar ik heel hard voor wil werken. En dan, waar hecht ik het meeste belang aan de dag van vandaag? Ja, dat is moeilijk. Waar hecht ik veel belang aan? Ja, bij andere mensen misschien vriendelijk zijn en zo. Ik ga heel graag om met mensen die mij een goed gevoel geven en die ik hun een goed gevoel kan geven. Ik weet niet of dat daarmee te maken heeft. Maar ja, waar hecht ik veel belang aan? Gewoon, ik omring mij graag met mensen die het beste met mij voor hebben. Mensen die het goed met mij voor hebben, waar ik samen leuke dingen mee kan doen, dingen mee kan ondernemen. Zoals met Celine bijvoorbeeld, met de webshop en zo. Dus dat vind ik wel belangrijk. Dan vraagt Lisa Gillissen: als je moest kiezen tussen Muffin en Milky, wie kies je? Deze vraag heb ik al ooit eens beantwoord. En ik ga even iemand erbij nemen. Sorry Muffin, maar ik kies voor Milky. Maar ik hou heel veel van Muffin, sowieso. Hè, baby? Slaapt echt half. Ik hou heel veel van ze. Oké, ik ga blijven liggen, denk ik. Gaat je terug op je plaats liggen? Dus ik hou heel veel van ze beide. Maar ja, Milky is mijn eerste kat. Dus ja, ik denk. Ik heb echt overal haar hangen nu. Dat kriebelt. Oké. Dus ja, ik denk uw eerste. Ja, nee, je mocht uw eerste kind niet liever zien, hè. Dus dat klopt niet wat ik wil zeggen. Maar ja, Milky is gewoon altijd een speciaaltje geweest. En die is niet heel sociaal. Dus ja, die houdt echt zo alleen van mijn aandacht en die komt alleen aan mij. Die vertrouwt precies niemand anders. Dus ja, daarom toch wel Milky. En ja, van Muffin hou ik natuurlijk ook wel heel veel. Maar ik weet, Muffin zou zo sneller haar plan kunnen trekken bij anderen. Snap je? Muffin gaat zo naar iedereen toe, maar Milky niet. Milky is heel bang en verlegen. Dus die heeft me echt wel nodig, Milky. Wat is je favoriete kledingstuk en kledingwinkel op dit moment? Vraagt Itzelke. En ze zegt love, ja, love you too. Goh, mijn favoriete
kledingstuk is denk ik momenteel de Jeans Daddy van onze webshop totally2.com. Die draag ik echt heel graag en die is zo helemaal gevoerd van binnen. Dus die is kei lekker zacht en die is kei warm en die is fashionable. Mijn lievelingskledingwinkel op dit moment. Ik heb zelf heel veel van totally2.com, van onze eigen webshop. Natuurlijk, wij kopen alles wat dat we zelf echt zouden dragen en mooi vinden. Dus we hebben ook bijna alles van onze webshop. Maar daarnaast denk ik Bershka momenteel. Ja, ik denk Bershka. Heel raar. Allee, ik ga altijd wel naar de Bershka en ik koop wel meerdere dingen in de Bershka, maar dit jaar, hun wintercollectie is echt zo goed. Die hebben zoveel mooie stuks. Ja, ik kies voor Bershka. Dan vraagt, oh, die namen zijn altijd zo moeilijk, hè. Arendt. Ja, ik kan het niet uitspreken. Wat heb je vroeger gestudeerd en ben je tevreden met je job als social influencer? Ik heb fotografie gestudeerd, fotografie en video, eigenlijk audiovisuele vorming. Dus daar heb ik gestudeerd. Ik heb 1 jaar hoger gedaan voor fotografie en dan ben ik eigenlijk gestopt daarmee. Dan heb ik mijn hogere studies niet afgemaakt en ben ik gaan werken in een kledingwinkel in de H&M. Dus dat zijn mijn studies en ik ben zeer tevreden als mijn job als social influencer. Maar ik ben natuurlijk niet alleen social influencer, we hebben ook onze webshop. Dus ik zie mezelf wel als een onderneemster een beetje, omdat we toch bezig zijn met heel veel van die dingen. En we echt wel een groeiend bedrijf hebben. Dus dat vind ik wel heel fijn. Dat is echt een grote droom om dit te kunnen doen. En ja, dat is gewoon een geweldige job. Daar ben ik echt heel blij mee. Jasmine Fransens. Oh. Je bent wie je bent en velen zullen je ook bewonderen, net zoals ik. Maar is een positief karakter eigenschap plus is een ergernis in jezelf iets waar je nog in kan groeien? Ik denk, dat heb ik altijd al gezegd, iets positiefs aan mezelf. Wat ik positief vind is dat ik sociaal ben. Ik denk wel dat ik met de meeste mensen overweg kan. Ik praat graag. En ik ben niet bang om naar mensen toe te gaan of zo. Ik ben best sociaal in de omgang en vlot in de omgang, denk ik. En een ergernis in mezelf is dat ik heel, heel impulsief kan zijn. Dat heb ik ook al mijn hele leven. Ik kan heel impulsief iets doen. Of ergens inspringen en denken, ja, dit is het, hier ga ik voor. Ik doe het, ik spring erin. En dan een paar dagen of maanden of jaren later spijt hebben van iets. Dat heb ik heel fel. Ik kan echt, nu wil ik een voorbeeld geven, maar ik weet het niet eigenlijk. Ik kom nu niet direct op een voorbeeld, maar mensen die me kennen, die me persoonlijk kennen, weten wel dat ik heel impulsief ben. Hè? Céline kan dit wel beamen bijvoorbeeld. Zo, bijvoorbeeld een voorbeeld met het werk. Als iemand zegt, willen jullie dit doen of dit doen? Ik zou direct zeggen, oh ja, is goed, als dat mij tof lijkt. Maar ik denk niet na over wat er allemaal bij komt kijken, wat ik moet doen en wat erbij hoort en... En dan daarna kan ik daar soms wel eens spijt van hebben. Dus ik zou wel daarin willen groeien. Ik denk dat ik soms wel iets beter nadenk over dingen. En niet zomaar gewoon doe zonder na te denken. Denk ik toch. Dus ik hoop dat dat goed komt. Maar ik heb wel goed veel mensen rondom mij die mij zo daar een beetje in helpen. En zeggen van Thalisa, doe dat nu niet. Denk er eerst over na. En dat is wel goed. Op welke school zat ik vroeger, vraagt Piria Hendricks. Ik zat eerst in de Bering, in Beringen Centrum. Daar heb ik lagere school gedaan. Kleuters heb ik in het wijkschooltje van de Bering gedaan, maar dat is eigenlijk meer een paal, maar dat hoort samen.
Dan ben ik naar Diest gegaan, naar de Voorzienigheid, de nonnenschool vroeger. Trouwens, als je iets hoort smekken, dat is muf en die is zich aan het wassen. Maar ze is gestapt. Dan heb ik tot mijn vierde middelbaar op de Voorzienigheid in Diest gezeten. En dan ben ik naar de kunstschool in Genk gegaan. Ik wou altijd kunst doen, fotografie en video. En toen, ja, van mijn vierde moest ik overdoen in Diest. En toen ben ik naar de kunstschool gegaan en heb ik dat daar over gedaan. Fotografie tot mijn zesde middelbaar. En dan heb ik nog 1 jaar hogeschool in Antwerpen op Karel de Grote gedaan. Audrey Naert vraagt, wat is je grootste droom? Heb jij een andere job dan influencer en ga je verhuizen? Dat zijn veel vragen. Mijn grootste droom is met totally2.com groot worden. Ik denk dat dat mijn grootste droom is. Echt een tof kledingbedrijfje op poten zetten. Natuurlijk, dat bestaat al. Dat hebben we al. Maar ik wil echt dat dat groot wordt, dat dat echt groeit. Dat we ook jobs kunnen aanbieden voor mensen in ons bedrijf. Dat is echt wel mijn grootste droom. En dat ik samen met Céline gewoon echt die droom kan waarmaken. Dat zou ik het liefst van al willen. Dan heb jij een andere job dan influencer. Ja, de webshop eigenlijk. Want dat is natuurlijk niet echt influencer. Dat is een fulltime job. Wij doen alles zelf. Van de pakjes tot de verzending. Tot ja, inkopen. Wij doen gewoon alles zelf. Dus dat is wel zwaar, maar wel heel fijn. En dan ga je verhuizen. Zoals jullie zien zit ik nog in mijn huis in Bilze. Maar ik ga verhuizen. Ik denk dat iedereen ondertussen wel weet dat Geert en ik uit elkaar zijn. Ondertussen wel dikke 2 maanden, langer dan 2 maanden. Ik weet niet, ik heb het niet bijgehouden. Maar ons huis staat te koop. En als het huis weg is, dan ga ik verhuizen. Naar waar of hoe, weet ik nog niet. Waarschijnlijk naar Hasselt of naar Beringen, één van de twee. Kopen of huren. Daar ben ik zelf nog niet uit. Ik ga zien wat mij op die moment aanbiedt. Ik wil daar ook niet te veel nog niet aan denken. Want het kan natuurlijk zijn dat het huis nog 2 jaar te koop staat. En dan woon ik hier nog. Ik zag ook onder mijn YouTube video dat veel mensen nog vragen waar dat Geert dan woont. En wij wonen eigenlijk samen. Het is een hele rare situatie, maar wij wonen samen in dit huis eigenlijk. Het is groot genoeg om elk ons eigen stukje te hebben. En de keuken en de living delen we. We hebben geen ruzie of zo. Dus dat gaat wel. Dus dan weten jullie dat ook ineens. Dan vraagt Sofietje X. Wat zou je in je leven anders gedaan hebben als je terugkijkt naar je verleden? Ik denk dat ik dan mijn school zou afgemaakt hebben. Daar heb ik soms wel spijt van. Natuurlijk, ik heb nu een goede job en dat is allemaal fijn en ik doe echt mijn passie. En misschien was dat allemaal niet zo gelopen als ik langer op school had gezeten. Maar toch heb ik wel spijt dat ik mijn hogeschool niet heb afgemaakt. Maar ik wist gewoon niet meer wat dat ik wou doen. Ik had geen idee. En dan ben ik maar even gaan werken. Maar even is 4 jaar geworden. En ja, ik ben nooit meer terug gaan studeren. Dus dat zou ik denk ik wel doen. Al denk ik dat je niet per se een diploma moet hebben in het leven. Om te komen waar dat je wilt komen. Dat vind ik ook wel. Maar je weet toch nooit, stel, hè, hout vasthouden. Hier is hout. Als deze job toch ooit misloopt, dan heb ik natuurlijk geen diploma achter de hand. Maar ja. Rut Leysens vraagt, wat of welke dingen zou je nog in je leven willen doen of bereiken? Wat staat er nog op je bucketlist? Zo. Niezen. Zoals ik al. Oh, er hangt weer een haar aan mijn neus, hè. Sorry, hè. Zoals ik al zei, onze webshop heel groot maken is mijn grootste ding wat ik wil bereiken in mijn leven. Wat wil ik nog bereiken in mijn leven? Ik zou graag ook ooit willen trouwen. Kindjes hebben, of één kindje toch.
Dus dat is ook iets op privé vlak wat ik wil bereiken. En dan op professioneel vlak is toch wel de webshop het grootste. Nog iets wat ik wel graag zou willen, is een tv-programma of zo, samen met Celine. Een reality show of... Ik weet het eigenlijk niet. Ja, een soort van tv-programma, iets over mode of fashion. Zegt madame die hier in haar pyjama zit, trouwens. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet fashion kan zijn omdat ik in mijn pyjama zit. Hè. Maar ja, zoiets zou ik nog wel heel graag willen doen. Een tv-programma. Niet echt presenteren of zo, hè, maar iets over ons leven, dat lijkt me nog wel leuk. Wat staat er nog op mijn bucketlist? Goh, dat is een goede vraag. Ik denk vooral dat er nog landen op mijn bucketlist staan. Zoals Bora Bora en de Malediven. Malediven, ja. En zo. Dus ik denk zo'n dingen. Dan vraagt Brechtje, Martens aan mij. Vind je bekend zijn leuk? Ik denk niet dat ik zo bekend ben, zoals ik daar straks al zei, dat ik ook niet denk dat ik zo bekend ben op YouTube. Natuurlijk, ja, op Instagram ja, heb ik wel redelijk wat volgers. En in het echt word ik ook wel eens aangesproken op straat en zo. Maar ja, ik vind dat wel tof. Ik vind dat heel leuk als ik de volgers in het echt kan ontmoeten. Als mensen mij volgen omdat ze mij leuk vinden en leuk vinden wat ik doe, dat is natuurlijk heel fijn om te horen. Dus ja, voor dat klein beetje dat ik bekend ben, dat vind ik wel heel leuk. En het is niet per se dat ik bekend wil zijn, maar ik vind het gewoon heel leuk om nieuwe mensen te leren kennen. En als mensen mij komen aanspreken van, hey, ik ken u van Instagram of zo, vind ik het heel leuk om daarmee een babbeltje te slaan of een knuffel te geven of zo. Dus ik vind dat wel tof. Dan vraagt Celine, wie is dat Celine? Die vraagt aan mij, wie is je beste vriendin? Moet ik toch wel eens even over nadenken. Ik denk Carla. Carla Kaka. Nee, jij natuurlijk hè. Oh, kip. Nee, jij bent mijn beste vriendin, dat weet je. Ik zou geen andere beste vriendin willen. Dan, Aurélie Lukkermans zegt, zou je een fan daten? By the way, love you. Love you too! Zou ik een fan daten? Ja, denk ik. Ik denk nou wel, als de klik goed zit en het is fijn en... We kunnen goed opschieten en er is meer dan vriendschap, dan zou ik zeker die daten. Maakt me niet uit als die mij al volgde en mij kende. Of als die mij niet kende. Maakt mij eigenlijk niet uit. Ik sta daar voor open. Wie is je grootste inspiratiebron? Vraagt Reine van Baren. Ik denk Negen Mirshali. Omdat zij wel heel ondernemend is. Chiara Ferragni, de blogster, en die heeft ook heel haar schoenencollectie, kledingcollectie, alles, inspireert mij ook heel veel. Heel hard. En ik denk ook wel dan op mijn privé of zo, Celine, omdat ja, we gaan samen wel voor alles en zij kan me wel zo goed pushen voor dingen en al, dus dat is ook wel een inspiratiebron voor mij. Dan, waarom ben je met Geert uit elkaar gegaan? Vraagt Diafer 2007. Er is van alles een beetje misgelopen. We hadden heel veel ruzie. En we hebben gewoon beseft dat we niet meer voor elkaar... dat we niet meer bij elkaar pasten. Dus, ja, een beetje uit elkaar gegroeid en het was gewoon op, zal ik zeggen. Geert is ook een heel ander type als mij. Op vele vlakken, maar op vele vlakken dan ook weer niet. Leken wij te hard op elkaar, dus dat botste ook wel heel hard. En ja,
Dan is het beter om er een punt achter te zetten, zeker. That's life, hè. And sometimes it sucks, maar ik ben er wel sterker uitgekomen, dus dat is wel goed.